Goedenavond, dit is het nieuws van TV Slingeland. Van 7 tot en met 13 oktober vindt de Week van de Opvoeding plaats. Het thema is Word Spelender Wijs. Iedereen kan het Centrum voor Jeugd en Gezin, het CJG, de leukste spel- en speeltips laten weten en kans maken op een fotoshoot voor het hele gezin. Het CJG is in Winterswijk onderdeel van het samenwerkingsverband De Post. Spelenderwijs ontdekken kinderen de wereld om zich heen. Dat is leuk en leerzaam. Daarom zijn de CJG's in de Achterhoek en dus ook in Winterswijk een zoektocht gestart naar de leukste spel- en speeltips. Te denken valt bijvoorbeeld aan een zelfbedachte activiteit of een anti-verveeltip. Het inzenden van ideeën is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 27 september via info@cjgachterhoek.nl met daarbij een foto van de activiteit. De winnaar in de gemeente Winterswijk wordt in de Week van de Opvoeding bekendgemaakt en wordt door wethouder Ilse Saris in het zonnetje gezet. Alle inzendingen worden na afloop van de wedstrijd gebundeld en geplaatst op website www.cjgachterhoek.nl. Binnenkort zamelt Rova op afroep klein chemisch afval of KCA in. Men kan tot 1 oktober telefonisch een afspraak maken met het klantcontactcentrum van Rova voor het ophalen hiervan. Op de afgesproken inzameldag kan het KCA voor 8 uur 's morgens bij de brievenbus worden neergezet in de gesloten chemobox. Thuisblijven hiervoor is niet nodig. Daarnaast kan het natuurlijk ook worden ingeleverd bij de vaste halteplaatsen van de chemowagen. Voor injectienaalden gelden specifieke voorwaarden. Deze kunnen worden aangeboden in speciale afsluitbare naaldenbakjes die verkrijgbaar zijn bij de apotheek. Een afgesloten glazen pot mag ook. Voor meer informatie www.rova.nl/afvalkalender of via de Rova-app. Voor vragen of het maken van een afspraak via het klantcontactcentrum, telefoonnummer 54 54 54 of e-mail klantenservice@rova.nl. Een grote groep van ongeveer 190 Achterhoekers kwam dinsdagavond 10 september bijeen in het Gerrit Komrij College om te praten over de gevolgen van de krimp en over mogelijke oplossingen. Burgemeester Thijs van Beem vatte de opdracht samen met de woorden: hoe maken we de Achterhoek krimpproof? Gedeputeerde Jozan Meijers en Jan-Jacob van Dijk van de provincie Gelderland gaven aan dat zij zich samen met bestuurders en inwoners van de Achterhoek willen inspannen voor een vitale regio. Dit was de eerste avond in een reeks van 4 die in september en oktober in diverse gemeenten in de Achterhoek worden georganiseerd door de Achterhoek Agenda 2020, de provincie Gelderland en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Meer informatie is te vinden op www.achterhoek2020.nl en via Twitter @achterhoek2020. In het kader van het sportstimuleringsbeleid start op woensdagmiddag 25 september weer een aantal stijldansmiddagen in Zaal Nijenhuis. Liefhebbers zijn van 3:30 tot 5:30 van harte welkom. De muzikanten Peter Westra, Jan Grotehuis en Karel ter Riet zorgen samen met dansleider Dolf Meijler opnieuw voor gezellige middagen waarbij genoten wordt van live muziek uit de 50er, 60er en 70er jaren. Voor informatie hierover www.partycentrumnijenhuis.nl onder het kopje evenementen. Vluchtelingenwerk Oost-Nederland zoekt in de Achterhoek vrijwilligers die zich als jobcoaches of netwerkers willen inzetten om vluchtelingen op weg te helpen richting arbeidsmarkt, stage of vrijwilligerswerk. Het gaat dan bijvoorbeeld om werkzaamheden als het in kaart brengen van competenties, vaardigheden, gevolgde opleidingen en werkervaring en het helpen met het opstellen van een cv, leren solliciteren, begeleiden in het verkrijgen van de benodigde werknemersvaardigheden en het verkrijgen van leerwerktrajecten, vrijwilligerswerk of stage. Voor meer informatie 06 267 460 99.
Op dinsdag 1 oktober organiseren de gezamenlijke ouderenbonden van Winterswijk en de STOA, Stichting Ouderen Actief, samen met de werkgroep Duitsland van de gemeente Winterswijk een fantastische middag voor alle senioren van Winterswijk en Vreden. De senioren uit Vreden worden 's ochtends ontvangen op het gemeentekantoor aan de Stationsstraat. Na de koffie volgt een rondrit door het buitengebied. De lunch wordt geserveerd in Boogie Woogie, waarna de groep senioren uit Vreden aangevuld wordt met de senioren uit Winterswijk. Het middagprogramma vindt plaats in de Schouwburgzaal van Boogie Woogie en bestaat uit een speciaal programma, namelijk een muzikale rondreis langs buren en nobers. Voor de pauze wordt dit verzorgd door Jolanda Tangelder en Willem de Voortwis en na de pauze door het Vrije Tijdsorkest. Aanvang is om 14:30. Kaarten zijn in de voorverkoop beschikbaar bij de ouderenbonden en de STOA voor €7,50 per persoon, inclusief koffie en een drankje in de pauze. Speciaal voor allochtone vrouwen wordt vanaf zondag 29 september een cursus zwemmen aangeboden in zwembad Jaspers. Via het gemeentelijke project Actieve Levensstijl hebben tot nu toe circa 25 allochtone vrouwen zwemlessen gevolgd. Dankzij subsidie van de provincie Gelderland vindt ook dit najaar een cursus plaats. Deze duurt tot eind december. Er is plek voor circa 15 deelnemers en het is mogelijk om de reeks met een zwemdiploma af te sluiten. De lessen vinden plaats tussen 16:30 en 17:00 en worden gegeven door 2 vrouwelijke instructrices. Overigens is er tevens de gelegenheid tot recreatief zwemmen. Jonge kinderen van de deelnemers mogen ook meekomen als ze worden begeleid door een volwassene die geen deelnemer is van de zwemcursus. Voor meer informatie kunt u bellen met Zwembad Jaspers, telefoon 514-691. School N, ofwel Schoolkeizers, is bezig een reunie te organiseren op 5 april 2014. Voor meer informatie hierover en aanmelding, telefoon 06-1005-4197. En dan werk in uitvoering. Het kruispunt van de Vredeseweg en de Bataafseweg wordt aangepast in verband met het bouwrijp maken van de Rikker fase 5b. Er wordt onder andere een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd en de oude jachthuisweg wordt omgevormd tot fietspad. Hierdoor is het kruispunt afgesloten. Fietsers kunnen hier wel passeren. Voor het doorgaande autoverkeer is een omleiding aangegeven via de Waliënseweg of via de Acacialaan en de Kloetenseweg. Voor meer informatie www.winterswijk.nl onder verkeer en vervoer en werk in uitvoering of op www.gelderland.wegwerkmeldingen.nl. En dit was het nieuws van TV Slingeland. Ik wens u nog een prettige avond.